Hi Twitch watchers. Hi. Hallo Twitch kijkers. Nikelia hier met een andere video, another video of Pokémon Trading Card Game Online. Welkom Pokéfans. Let's play. Dus laten we beginnen. Schone muntje. Ik heb gewonnen, dus ik mag kiezen wel. Dan ga ik als tweede. Oké, laat me denken. Ik heb wel al Samurott, dus ik ga toch mijn Pokémon eerst doen. Je kunt nooit weten of ik Dewot kan hebben. Ah ja. Misschien kan ik ben te zien. Voorlopig wat energie voor Pound. Ik ben altijd een... Het wordt misschien wel een watergevecht. Vulpix is zwak tegen staal. Normaal zwak tegen staal. Ik heb geen staal Pokémon. Dus. Hier zit goed. Ice Snow heeft 30 damage. Wow. Het wordt niet simpel. Oké, laten we de reclame. Let's use Pound. Ah, hij gaat nu al liever weer. Laten we het. Hij heeft nu al een GX kaart, ik heb dat nog niet. En dan nog één. Dat is wel goed gespeeld. Dat begint niet goed. Niet waar ik wou. Ja, ik moet dat wel spelen. Misschien geeft het mij geluk. Sowieso ga ik dit niet winnen. Ten eerste heeft al een GX kaart, dus ja. Sowieso is dat niet mijn ronde. Jeeeeee. Die professor Kukui is eigenlijk nog handig. Ja, dat behoort telkens. Okay.
fair amount of them, like to. Sowieso ziet het er slecht uit voor mij. Maakt toch niet uit. Het is wel duidelijk hier. Oké, dat was duidelijk een verlies. Ik had toch nog iets al deks weer. Maar nu weet ik, nu heb ik wat ik ga van niet. Oké. Ik wil kaarten trekken. Wie kaarten trekt, hoe meer kans. Dit is goed.
Oh, tantric. Mint. Ik doe kop. Deze GX te doen. En dan kan ik deze boot op het gemak. En ik heb nog altijd Kangaskhan als backup. Just need more time. Just need more time. Definitely need some more time. Al slecht af voor mijn lantern. Oh, Snorlax. It's like the game loves me now. Please. Bring me luck with the splashing dodge. Yes! Just need two times. Two more times. Then this Pokemon saw two times that.
Yeah. Het is niet echt mijn dag. Ik heb 2 keer verloren en 1 keer won. Ik probeer tot 500 vis te komen. Dan kan ik weer een deck kopen. Maar welke deck dan? Dat is een goede vraag eigenlijk. Wat ik zie de Empoleon deck wel zitten. Ah, kijk eens. Ik krijg even een telefoontje. Klein momentje. Yo. Hallo daar. Hey, ja, Prix. Daar ben ik weer. Oh, ik hoor het. Hè? Huh? Ik hoor het. En, ja. en de kijkers horen jullie ook. Oh. Dat geeft hoeveel niet. Mensen kijken er dan? Boah, eentje maar. Dat is zo ergens niet. Ik heb bijna 500 pokefishes. Dan kan ik weer een deck kopen. Ik zie wel al een paar decks zitten. Weet je wat ik heb gehaald? Wat dan? Nee, ik weet wat ik heb gehaald. Nee, ik weet niet wat. Was. Wat dan? Donuts. Smakelijk. En wat energy natuurlijk. Red Bull. Yummy. Ik zie veel decks zitten. Die Empoleon deck zie ik zitten. Die Lycanroc. Die Rocksteady deck zie ik zitten. De Imperial Command deck zie ik zitten. Mijn madame zie ik zitten. Oh, ik weet het niet. Ik weet nog niet welk deck ik ga nemen. Er zijn zoveel die ik wel zie zitten. Nick uit de jungle. Ja. Die Bieber al vind ik wel zot. Die heeft zo continue headbutt, hè? Dat doet 80 schade. En telkens als je kop gooit, met een muntje doet dat telkens starten bij. Snap je? Even kijken. Doe jij nog steeds live? Jazeker. Ja. Zo. Bieberl. De evaluatie van Bidoof.
Ja, ah, Nick, hell yeah, Pokémon Trading Card Game. Ja. Dat ben ik. Deze is ook wel keimachtig. Voor een basis. Wauw. Goed voor mijn vetshirt. Daardoor vind ik die deck ook wel zien. Die deck zie ik eigenlijk ook nog zitten. Nick. Ja, ik ben nu ook aan het meekijken, kan ik er daarvan. Deze vind ik wel goed, die Bibara. Maar dan moet je wel geluk hebben met het muntje gooien. Per kop he, doet het 80 schade, dus dat is wel veel. He. Stel je voor dat je plotseling 4 keer kop gooit, dan zit je bekan al boven de 300 bekan of zo. Dat is kei veel schade. Ik vind het echt moeilijk om te kiezen. Deze is ook wel goed, vooral voor mijn water. Vooral deze vind ik wel goed. Die Earthquake 120. Wauw, veel. Deze heb ik al, dus dat moet dan niet meer. Ik weet niet wat mijn Vonda zijn. Deze vind ik eigenlijk ook nog goed. Die Cresselia. Pardon. Deze is dan goed voor wat grond-Pokémons. Allee, effect-Pokémons. Fighting. Ik weet niet wat mijn volgende deck gaat zien. Het zou kunnen dat ik deze ga nemen, dan krijg ik... Nick, wat voor opleiding heb je gedaan? Huh? Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat zeg je? Of heb je geen opleiding gedaan? Wat niet gedaan? Opleiding. Voor werk of werk, wat te leren. Ik weet niet goed. Om nog slimmer te worden. Maar ja, ik ging altijd naar een speciaal school. Hè? Ja, maar dan kan je ook een opleiding volgen, toch? Niet? Of kan dat niet? Ja, je kunt dat doen, hè. Er staan altijd scholen voor nog verder te studeren. Wat heb je dat gedaan? Nee, nog niet, hè. Ga je dat nog doen? Ik weet dat niet. Ik ben dat gewoon werk gaan zoeken. Wat ik echt zie zitten is door de Game Mania. Maar ja, dan moet ik eerst een keer solliciteren. Hè. Ik zal maar een vechtje doen voordat de kijkers slapen. Zo goed gaat het nou, ik weet niet. Ik heb al 1 keer gewonnen en 2 keer verloren. Nick. Welke deck zou ik nemen? Die met die gras of die met dat water? Water. Ik hou van water. Ik hou niet van gras. Ik ben allergisch voor gras. Huh? Ik ben allergisch voor gras. Amai. Oh, hoe dat ik gelust heb, het is die een vuurdek. Hey, let's go. Je ziet, kijk, ik moet altijd luisteren naar mijn supporter. Dat is ongelooflijk. Net zo leek met dat muntje, weet nog. Hè? Oh ja. Dat ik zo zei, kop of munt. En ik luister naar u en het was altijd juist. Weet nog, Aprix? Ja. Yeah. Amai, die tegenstander duurt ook wel lang, zeg. Is toch niks mis met mijn service, hè? Nee. Oh, ik moet niet gooien. Dat is mijn tegenstander. Ik hoop dat hij mis... Allee, dat hij mis schokt. Het zou goed nieuws zijn voor mij, hè. Ja, hij duurt er wel lang over, hè. Jee, ik heb gewonnen met muntje. Ik laat hem eerst beginnen. Wauw. Even kijken welke. Ik heb een Magikarp en een Articuno. Oh, oei, mijn tegenstander heeft een. Oké, ik kies voor Magikarp eerst. En mijn Articuno.
op de bank, zoals ze dat noemen. Die professor letters, ik was het of dan. Ik zie ze beide zitten, maar je kunt maar eentje. Welke ga ik weer doen van hem? Toch dat heal item dan. En nu mag ik kaarten trekken van hem. Allee, ja, dat moet niet, hè. Je auto van trekken of nee? Wie niet, hè? Naar wie tallen kijken ze? Allee, ja, die tenminste Nederlands praten of verstaan. Die weet het. Ik moet altijd laten. Ik voel dat deze Articuno ze allemaal gaan aankunnen. Moeten we wat tijd winnen. En dan retreat ik die en dan Articuno Triage. Ja. Ja, doe maar. Voilà. Nu kijk wat kaartjes ik te... Wauw, direct een Flan X. Doet die... Before you take me. Oh. Pardon. Repeat ball. Och, dat meen ik. Ja, nog zo'n Flareon X. En van mooie kaartjes. Maar het is wel zwak voor water, dus normaal zien moet ik dit winnen, normaal zien. Hè. Volgens voordelen, maar ja. Ik best dat ik zo ga spelen. De houkaart. Er staat mijn staat 3 kaarten te trekken. En deze kaart, de professor letters. Twee tegelijk, hallo. Hopla. Ja, energy cards zijn daar. Ah, ik kan nog altijd de Talmap spelen, oké. Okay. Talmap. Dan kan ik zien wat voor prijskaart ik nodig heb. Wauw, Chincho en dat. Ik zal meer deze kaarten nodig hebben. Plus een energy. Ik speel ook een stadiumkaart. Ruige zee. En splashing dodge. Ah, ik heb geen... Ik had kop nodig. Waar zien moet ik dit doen? Normaal zien. Als ik dat verlies, dan steek ik dat ik niet goed speel. Oké, come on, Nick. Ik moet deze upgraden. Dat is mijn enige. He's my only survive. Oké, come on, kop. Yes. Nu kan hij mij niet aanvallen. Voilà. Ja, soms hou ik wel van die Magikarp, soms. Oei, gaat pech. Het was weer een eiter. Sowieso kan hij me niet aanvallen. Met de blazeball, of hoe dat ook noemt. Baseball. Hij mag me aanvallen, maar het gaat niet lukken nu. Vanwege de splashing dodge. En ik heb nog altijd deze stadiumkaart.
als backup. Plus nog deze twee. Sowieso ga ik Magic Up verliezen een tijdje. Maar wanneer Articuno mag spelen, is zeker voorbij. Oh, het is misschien nog niet direct voorbij. Ik kan dat doen, maar dan. Oké, ik ga het doen. Klinkt misschien stom, maar ik ga het even zien. Mijn Poplio, ik ga mijn Poplio opofferen. Dat is wel gemeen van mij. Ik offer. Ik heb geen keuze, ik moet een Pokémon opofferen. Dat is een beetje lekker schaken, hè. Sorry, Poplio, ik moet je opofferen. Forgive me. Waarom valt hij niet aan? Hij had al lang moeten aanvallen, die in. Ik heb helaas de switch gekocht. De switcheroo. Nick heeft een kleine. Een kleine wat? Kleine neus? Nee, grapje, je hebt een grote neus. Ik weet dat niet. Toch een grote neus? Sommigen vinden we niet. Oh boy. Goodbye, Poplio. Je hebt gewoon 25 kinderen, of niet? Wat? Ja, toch? 25 kinderen nu. Ja? Wat zei jij? Zoveel toch niet? Nee? Nee. Of wat dan? Ik heb er nog geen. Weet je dat heel zeker? Ja. Oh. Oh boy. Ik snap eigenlijk niet waarom dat hij mijn Poplio niet aanvalt. Hij is gewoon bang van mijn Articuno dan ofzo. Zie je van mijn manier? Nee, kom straks even Save the World. Nee, geen Save the World. Oh, Nick. Je had het beloofd dat je vandaag maar best zou spelen. Dat is niet waar, dat heb ik niet. Je zou het in ieder geval spelen, je zou de tutorial afmaken. Of niet soms, Nick. Ja, vergeet het niet, hè. Ik was het niet weten. Maar ik heb niet echt goed zijn, Save the World, denk ik. Ja, maar je hebt natuurlijk 5 minuten gespeeld en toen zei je van, vind je het niet leuk? Of je vindt het saai? Ja, het is saai. Oké, gast. Retweet. Die is gaan hier. Voor het geval. Oké, je won een Sandos. Oké, goodbye. Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Oh yes, 100 fiches. Ik kan weer een deck kopen. Dank dik? Ga je... Wat zijn nou? Geen dik, een dek. Oh. Ja, ja, Nick. Welke dek zou ik kopen? Ik weet het niet. Het is te moeilijk. Ik vind... Deze dek vind ik leuk. Nee. Deze dek vind ik aangenaam. Nee. Waarom lach je me uit? Ik lach je niet uit. Deze dek is goed, deze dek is goed. Deze dik.
Oh, Nick. Deze deck is goed. Oh, ik weet niet welke deck ik ga nemen. Ja, neem die. Nee, weet ik veel. Ik weet niet welke. Ik weet het niet. Het is gedelayed, dus ik weet niet of ik hier dan over zit. Of je moet het even laten zien via Discord. Hoe zei niemand kijken naar mijn ding? Jawel. Alleen, er is een delay, dus dan moet ik wachten, weet je. Oh. Voordat ik zie wat jij ziet. Snap je? Oh. Ik weet niet welk deck ik kan. Deze is goed voor mijn water. Deck wat up te graden. Voor deze te hebben. Een Kyrok. Plus nog een sterke Whiskas. Ik weet het niet. Is wel goed voor mijn water. Oké. Bij te voegen. Waar wil je uitkiezen? Ik weet niet, ik vind het moeilijk. Want deze ring dan ook nog goed. Vooral die Aboma Snow is wel nice. Deze is ook wel redelijk cool, die impongen. Maar het probleem is, zo rap krijg die laatste fases, niet heb ik de indruk. Het is maar alleen maar eens gelukt om één stage hoger te gaan, snap je? Om hem één keer te verweren. Deze is natuurlijk goed voor mijn water ook, hè. Puur water. Hè. Terwijl ik deze... Oh, nee. Bedoel deze. Vind ik ook nog goed. Want ik vind vechtpokémons ook wel nice. Vooral deze moet ik kijken, zie. Submarine Blow, 120. Oké, zet een nummer op de kaart en dan kies ik eruit. Zet een nummer op die packs. Zeg gewoon wel uit welke je wil kiezen. En dan zet je een nummer van 1 tot en met, weet ik, voor packs uit wil kiezen. En dan zeg ik een nummer, ja. Wow, dit is... Oké, okay, het is wel krachtig, maar deze is niet... Dit is niet de Rai Emperor dat ik wil. Terwijl ik Lycanroc ook wel leuk vind. Ik vind het moeilijk. Ik heb zoveel keuze. Deze vind ik cool. Oh nee, wacht hè. Die twee zit ik te twijfelen. Wacht hè. Was ook één met... Ik weet dat deze deck was. Ik ga juist even kijken. Ja, het was die deck die dan twee van die heeft. Allee ja, die Reggie Ice zou wel passen. Deze vind ik ook puur goed voor mijn vechtshooter. Vooral ook die B-barrel krijg ik dan. Ik vind het echt moeilijk. Zo. Ik heb moeilijk met kiezen. Deze vind ik ook cool. Vooral die dan. Behalve die twee vind ik dan... Voor die twee wil ik eigenlijk liever omwisselen voor deze twee. Wacht, hè. Die in de andere vechtshirt. Maar ja, dan moet ik ze alle twee beginnen openen. Allee, toch zeker voor een dien. Allee, die horn drill doe 60 damage. Dat is wel kei veel. Voor een Rhyhorn, hè. Mm-hmm. Die Rhydon is ook wel goed. Maar het probleem is... Als ik... ik moet hier door die Mega Horn... Moet ik altijd een muntje gooien. Muntje gooien? Ja, een muntje. Zo kop of munt. Hm? En, om het te krijgen? Nee. Om een aanval te doen. Als, oh. Als het... wacht, hè, Tails is munt bij zich. Als munt is, gaat die aanval niet door. Hè, dan doet hij niks. En als kop is... Dan gaat hij 120 schade doen op een Pokémon. Oh, dat is een 50-50 chance. Ja, net like deze zoekkist. Die Rockwacker doet 170. Maar bij de andere beurt kan hij niet meer. Kan hij die aanval niet doen. Dus dan moet hij een beurt overslaan gelijk. Ik vind het echt moeilijk. Want deze vind ik dan ook nice. Die Lycanroc. Allee, als ik echt vecht zou te nemen. Terwijl ik voor het hier. Iemand hoeven met Sigis. Nou, dat is zo Sigis, hè.
Psychic. Ja, Psychic. Zo, deze vind ik wel cool. Die Cresselia vind ik wel nice. Want ik gebruik ook zo'n stadiumkaarten. Hè. En die Moonlight Cane doet 70, maar het herstelt wel 20 damage van mijn Pokémon. Ik vind het echt moeilijk. Ik zou echt niet weten wat ik moet kiezen. Deze is goed voor mijn water dan, hè. Puur voor water dan. Wat up te creëren voor we deze te hebben, Kyrock. Plus die een sterke Whiskas. Die heeft wel een nice ability, zo. Wanneer ik een energy card doe, mag ik er nog twee bij doen. Zotte. Snap je? Dus stel je voor, ik doe waterenergie op mijn Whiskas, maak ik er plotseling nog eens twee bijvoegen. Oh. Zotte. En die Earthquake doet al 120, dus dat is wel kei... Krijker, dat is sterk. Kei... Maar ik weet dat ik het al weet. Ik ga voor die Ground dan. Die Earth Pulse. Ook puur voor deze hier. Ik vind het wel nice. Maar dan is dat ook 50-50, hè. Ik vind hem vooral nice met die kopstoot en zo. Is wel nice. En dan heb ik ook deze goede vechtsoort. Behalve ik heb wel Lucario niet. Oké, dan heb ik wel deze sterke White Perrier. Plus nog Medicham. Ah ja, dat is ook zot. Die mag twee keer aanvallen, deze Pokémon. Wauw. Dat is ook wel zot. Als ik ene uitschakel, dan maak ik nooit eens aanvallen met deze Pokémon. Zot, hè? Die mag gewoon twee keer aanvallen. Ah ja, toch zeker als ze eentje knockt. Oh, ik vind het echt moeilijk. Ik wil juist eens weten wat die kaart heeft. Ik weet niet of het echt nodig is. Ik vind het moeilijk. Ik heb nu de visjes, dus ik kan... Deze vind ik wel sterk voor vuurtypes. Zo. Vooral die Talonflame. Nicky Nick. Nicky McNick. Ik weet Nicky het. Nicky McNickerson. Moet nou eens zien. Wat zeg je? Ik zei Nicky McNickerson. Ah, ik weet het niet. Kijk eens af kop in van tanken. Wat zou ik nemen? Maar sowieso ga ik... Kan ook voor een podium gaan, dan heb ik wat water extra. Die podium is wel nice. Blinkend podium. Deze is zo nice. Alola Sandslash. Daar is ook een Lycra Rock voor. Het is een ander soort Lycra Rock. Nicky McNickerson. Nicky McNicky. Wat? Ik vind het moeilijk. Nicky McSmall Dicky. Plaagstok. Hè? Plaagstok. Nick. Nick is in the jungle. Zo'n nice dragon type. Ja, ik ga ook Pokémon Go spelen.
Echt? Wacht, als ik dat speel, kunnen we tegen elkaar? Ja. Kost dat geld? Nee. Dat spel zou ik spelen. Ja. Nee, maar dan moet je mij als vriend toevoegen. Ja, waar speel je dat op dan? Welke site? Pornhub of zo? Nee. Niet op Pornhub. Oh, nee, gewoon op dat hier. Wacht, hè. Ik zal het doen. Wow. Wacht, hè. Gewoon getikt Pokémon. Bij de site van Pokémon. We gaan naar de site van Pokémon. Normaal zien. Wacht, want het zou kunnen dat op zijn Engels staan. Wacht. Je kunt dat ook. Wacht, dan doe je even select country, Nederland. Dan klikt hij op die trading card game. Zo. En dan moet je dat downloaden hier. Zo hier. Maar dan moet je ook lid worden. Snap je? Dan moet je kunnen aanmelden ook, snap je? Zo klikt hij dan. Maar het beste is toch eerst lid worden. Maar je kunt dat ook al downloaden met Windows, zo. Maar ik heb dat al, hè. Maar als je dat... Best is eerst lid worden daarvan. Kijk, zie. Lid worden, bijvoorbeeld, ik zeg iets, hij is van Nederland, hè. En wat is daar mis mee, hè? Nee, grapje. Niks. Oké dan. Oeh. Oh. Ik zeg dat duurt ook lang wanneer ik dat vind. En dan bijvoorbeeld wanneer je verjaardag is en zo. En als je dan voor het toe gaat. Ah, dan moet je zo lekker een e-mail doen. Heb je dat e-mail? Tuurlijk heb ik een e-mail. Ja. Nou, maar als je moet dan ook voor... Iedereen heeft een e-mail. Je geboortedatum moeten dan doen. Wat is dat nu? Even zo opnieuw, hè. Tja, nu kan ik mijn... Nu kan ik die datum niet doen. Zo, normaal gezien moeten je geboortedatum dan doen. Ik kijk al een keer. Het is gewoon een Pokémon, weet ik veel. Ja, op de site van Pokémon. Ga je dat echt doen? Ik kan wel een keer kijken. Oh, heeft iemand mij gevolgd of wat? Oh, ik weet wel waarom jouw mic zacht is op... Twitch, ga eens terug naar Streamlabs. Hugh Club, thanks for the follow, man. Wat zeg je? Ga eens terug naar Streamlabs. Streamlabs. Ja, je hebt je... Oh nee, laat maar, dat is je desktop, laat maar. Ach ja. Nick loopt in de jungle. Zou wat zijn? Ja. Ik ga een ander spel spelen. Welk spel? Porno. Nee, ga
kijk eens hoe dat allemaal. Nou hè. Allee, die verstaan dan. Hè. Is ook beter. Beter dat ik toch dit deck ga nemen. Waar doe die stadium cut? Dat is voor vier effects. Oh. Zo'n stadium cut. Huh? Ook elektrisch en ah ja, dat is juist van deze hier. Maar ik hou kort met dit deck. En dan weet ik al wat mijn volgende deck gaat zijn. Dan gaat deze deck. Nee, wacht. Nee, deze. De Rocksteady deck gaat het volgende deck zijn dan. Maar ik ga eerst die ground up nemen. Bevestigen. Voilà, ik heb de deck nu. Nikki. Ik heb weer nieuwe kaartjes. Nu kan ik de deck wat verwerken. Vechtsoort. Enemansoort. Tadam. Yoohoo, ground out. Ik maar alweer mijn deck veranderd. Maar dat is misschien straks voor de volgende keer. Hoe lang ben ik aan het streamen? Oh, dat is al goed genoeg pijnlijk. Thanks for watching. Bedankt voor het kijken. Don't forget to follow me on Twitch. Volg mij zeker op Twitch. Kijk mij ook op mijn YouTube kanaal. Mijn YouTube kanaal is Nick Hallemans, de naam. Als je het niet goed weet of hoe dat moet typen, kun je altijd via mijn Twitch kanaal met de muis gescrollt naar beneden. En daar zie je de panelen. En daar kun je de informatie bevinden die je zoekt. En als je op mijn YouTube kanaal zit, klik op het belletje. Als je de video leuk vindt, duimpje omhoog. En dan is het weer te laat met mij. En abonneer mij. Dag. En nu op zijn Engels weer. Hè. thanks for watching. Follow me on Twitch. Follow me on Twitch also. Ja, follow. My name is Aprix. Follow also Aprix on Twitch. He's a very good Fortnite player. Hij is een heel goede Fortnite speler. Volg ook Aprix op Twitch. Watch me on YouTube. My YouTube channel name is Nick Hallemans. Watch me nee nee. Watch me nee nee nanne. If you don't know how to type it, scroll down with the mouse on my Twitch channel. On the panels, then you can check the info. And if you are on YouTube, subscribe me, click on the bell. If you like the video, thumbs up. No, thumbs down. Don't listen to him. And also, thanks. I am better. Come to my Twitch channel. Bye. Bye. Dag.